Ik heb deze vakantie heb ik echt een hartstikke leuk boekje gelezen. Dit is een echt kwantum van Martijn van Kanthout. Subtitel: hoe de deeltjeswereld steeds alledaagser wordt. En de eerste ster voor dit boekje, die wil ik al meteen toekennen, omdat het gewoon zo'n lekker, handzaam, fijn weglezend boekje is. Goed geschreven, je leert er een hoop van en toch is het niet meer dan 170 bladzijden. Je hebt het zo uit, heerlijk. Het boekje gaat over kwantumnatuurkunde. U weet wel, dat is de natuurkunde van het allerkleinste. Die rare tak van natuurkunde, van deeltjes die op twee plekken tegelijk kunnen zijn. En deeltjes die tegelijkertijd een deeltje kunnen zijn en een golf. Die ingewikkelde tak van natuurkunde. En het leuke idee wat Martijn van Kanthout introduceert, overigens mede ingegeven door de Delftse natuurkundige Leo Kouwenhoven. Het leuke idee is dat hij zegt van ja, die kwantumnatuurkunde die is niet exotisch en vreemd. Nee, eigenlijk is het onze gewone wereld die exotisch en vreemd is, omdat je hier geen kwantumnatuurkunde ziet. En intussen zie je die kwantumnatuurkunde, als je goed kijkt, toch stiekem overal. Kwantumnatuurkunde zit in je smartphone. Kwantumnatuurkunde kan verklaren waarom fotosynthese werkt zoals het werkt. Kwantumnatuurkunde kan verklaren waarom we ruiken zoals we ruiken. En waarom trekvogeltjes wegtrekken en weten waar ze heen moeten vliegen. Nou ja, geweldig idee. Actueel, spannend. En alleen om die reden de tweede ster voor kwantum. Echt kwantum. Een van de hele leuke dingen van dit boekje is dat het allemaal draait rondom een gefingeerde ontmoeting met Einstein en Bohr. Huh? Albert Einstein en Niels Bohr, grote natuurkundigen, die zijn al lang dood. Maar Martijn doet alsof hij ze in levende lijven spreekt. Vandaag de dag in Brussel, in een hotel waar hij een afspraak met ze heeft. En dat levert dan van die leuke zinnetjes op als, even kijken hoor, als bijvoorbeeld gaat over Richard Feynman, de grote natuurkundige. Jammer dat we toen al dood waren, zeggen Einstein en Bohr tegelijk. We hadden het hem graag zien vertellen. Hartstikke leuk. Het geeft ook een hoop spanning aan het boek, want je bent heel benieuwd wat Einstein en Bohr te vertellen hebben. En ja, om die reden een derde ster. Ja, één puntje aftrek krijgt Martijn van Kanthout ook. Want ik moet toegeven dat zijn uitleg is af en toe ook wel een beetje met een soort Franse slag. Je snapt het lang niet allemaal. En dat is jammer, want juist op momenten dat het ontspant, als je bijvoorbeeld uitlegt wat kwantummechanica eigenlijk te maken heeft met ruiken of met trekvogels, ja, dan laat zijn uitleg het af en toe afweten. Dat je gewoon denkt van, waar gaat dit eigenlijk allemaal over? Maar goed, één sterretje aftrek daarvoor. En de laatste ster, mijn vijfde ster, ja, die krijgt Martijn van Kanthout gewoon omdat het zo ontzettend lekker geschreven is. Want weet je wat het is? Ja, nee, je snapt helemaal niet alles wat je leest. Maar het maakt helemaal niet uit, want Martijn schrijft het allemaal zo ontzettend lekker op. Hier een voorbeeldje, zo'n bekend iets uit de kwantumwereld, dat je van een deeltje nooit precies de snelheid en de plaats tegelijkertijd kan weten. Wat? Nou, Martijn schrijft het zo op. Hoe scherper de ene grootheid lijkt, hoe vager de andere wordt. En dat gebeurt niet omdat er onvoorzichtig of niet zorgvuldig genoeg wordt gemeten. Het mathematische binnenwerk van de kwantumwereld heeft principieel nooit tegelijk beide grootheden exact voorhanden als erom wordt gevraagd. Omdat snelheden en posities geen simpele getallen zijn, zoals we in onze grootschalige wereld gewend zijn, maar een rijker, wiskundig binnenleven hebben. Prachtig heeft hij dat opgeschreven. Ik snap er geen bal van, maar wat maakt het uit. Heerlijk boekje, 4 sterren, u moet het lezen. Al met al is het echt een boek om eens lekker mee onder te duiken. Mag. Copy mug, give it away to hate.